Echt al een tijdje zit ik toch wel mee dat ik echt moet denken, waarom moet ik en niemand dit allemaal doen? Als ik toch niemand ben en niemand de dingen kan geloven. Ja, dan krijg ik een of andere staf. Moet ik maar zien uit te vinden wat daar weer mee bedoeld wordt. Eigenlijk het moment dat ik het snap, mag ik mijn naam op een steen schrijven. Daarmee is het echt geworden ofzo. Maar dan ben ik gisteren een lijfje. Tenminste, ik ben niet eens lijf, want het is gewoon een video die op een loop stond, op Lus. Die herhaalt zich. Ik heb die video al gezien, ik heb hem zelf ingesproken ook nog, dus ik ga er niet bij zitten dan. Dan zie ik al wel dat er echt op een haat moet erbij gekomen. Waarom zou je het volgen als je het er niet mee eens bent? Ik praat daarover de Soul Star Chakra. En oké, ik kleur het ook een beetje naar hoe ik het zie, maar al ga je naar de originele tekst, is er weinig veranderd. De dingen die ik daar al zeg, moeten mensen mij aanvallen, want het is mijn ego. Terwijl ik iets aan het voorlezen ben, dat maakt het al belachelijk. Dus daar geef ik niet eens aandacht aan. En ik laat dat staan, want iedereen die wel op een hoge frequentie is, die kan dat zien dan. Maar daarna moet er ook iemand komen die denkt, doet alsof hij moslim is. Want dat hele account is fake, gaat nergens om, 18 april, volgedouwd met berichten en dat is het. Maar dan word ik vanochtend wakker. En dan heb ik een chat gekregen met iemand. Mensen die wel echt naar mij luisteren. Alleen al dat in 2023 iedereen blij gaat doen en dat dan de 7 jaar voorbij zijn. En dan tot 2030, die 7 jaar. Alleen al die verhalen komen gewoon meer overeen richting uit de Koran als dat het uit de Bijbel komt. Alles wat tot mij kwam, dat ik begon met de Bijbel, was het niet. Ging ik spiritueel doen en de chakras, dat was het wel. Toen ging ik weer de Bijbel in, maar vanaf Jehovah's. Waardoor in één keer vet veel van het spirituele ingekleurd werd voor me. Alleen snappen ze de zielendingen niet. En hoe ik God of Jezus zie, ja, is niet hoe het daar beschreven wordt. Ook een heleboel vrienden die zijn moslims, dus daar een beetje mee praten. Hoe in de Koran geschreven wordt over een God, dat is hoe ik het zie. Hoe over een Jezus wordt gepraat, is hoe ik het zie. En hij zegt ook, je moet je eens gaan verdiepen in wat Tawhid is. Want hij zegt, daar zit jij gewoon. Bijna alsof ik een soefie ben. Nee, ik ben natuurlijk die dingen een beetje gaan kijken en klopt wel. In de Koran, het is niet dat hun het zeggen, maar het is hoe geleerden of mensen die goed de Bijbel en de Koran bestudeerd hebben, vanaf alle twee kanten, zien wel een vergelijking met een Isis en een Jezus. Dus Isis is Jezus. Maar mensen die gaan doen alsof ik ongelovig ben. Niet in één God, niet God Allah het al. Dan luister je niet naar mijn video's, maar dat doen echte moslims wel. Hij zegt, deze Bink, als hij een moslim is, doet hij niet eens aan de Ramadan. Dus daar moet je niet eens naar luisteren. Mensen die naar jou luisteren, die weten meteen dat je niet de een of andere Dayal bent of zo. Die als ze echt goed naar je gaan luisteren, dan, je bent geen profeet, dan zou je jezelf te grote naam mee aandoen. Maar de boodschap die jij naar buiten brengt,
daar zou geen één moslim zich aangevallen door moeten voelen. En ik denk met alles wat ik doe ook een christen of een Jehovah-getuige ook niet. Ik neem meer kennis op me. Maar er is maar één God. Met alles wat ik doe is maar één God. Ik ben niet een beeld aan het aanbidden. Want ik ging wel bij die Soefi kijken. Ik doe niet aan rituelen en die dingen. Maar mensen proberen echt kaarten op te gooien waar ze niks mee kunnen. Mijn omgeving die weet echt dat ik nooit van hun leven of een racist kan zijn. Mensen om mij heen die weten dat ik niet bij de overheid werk of een fidère ben. En de mensen om mij heen, zeker mijn moslimvrienden, ik heb respect voor die dingen. Dat zijn dingen waar ik me in heb moeten verdiepen voor ik ging praten, omdat ik niemand wil kwetsen of mezelf tekort wil doen. Sommige mensen hebben geen idee met wat er allemaal met mij gebeurt. Maar gelovige mensen die mij horen praten, die wel, die gaan zich niet aangevallen door mij of zo. Ik ben geen God of zo. Ik ben gewoon bij mijn ziel en de adem van God, Allah, die is in mij gegeven, waardoor hij bij mij is. Ik bij hem, ik ben hem niet. Mensen zijn gewoon hatelijk, mensen zijn gewoon jaloers. Gelovige mensen, die willen de dingen niet geloven. Want dan ben ik aangeraakt, soort van uitgekozen, uitverkoren of zo. Veel mensen om mij heen die mij kennen. Er is geaccepteerd dat ik wiet mag roken. Niet alleen door de mensen. Ook in de spirituele, ook in de goddelijke werelden. Want anders was dit al lang al gestopt. Ik ben nooit van plan geweest om te stoppen met blowen. De intenties met de dingen die gebeuren, ook, het is duidelijk. Maar echt, zodra die Dayan komt, wie is er nu bezig met dat aanpakken? Wie is er bezig met het leger van demonen, die nu op aarde al bezig is, het voorwerk aan het doen, voor als de Dayan komt? Ik, en ik ben de enige. Ik ga mezelf niet als een of andere heilige neerzetten of zo. Maar ik ben heiliger als de meeste mensen die me met al die onzin bezig zijn. Ik bedoel, mensen die snappen niks van Assese. Mensen snappen niks van meditatieve levenswijze. Mensen snappen niks van, ik heb geen gierige verlangens. En echt, mensen die mijn ego nog steeds daarmee bezig blijven. God, Allah gaat vanzelf bij jou komen en de dingen aan je uitleggen. Je gaat vanzelf de dingen voelen en begrijpen. Ik bedoel, ik ben gewoon zuiver, hè. Er is niks wat ik wens. Ik heb een uitkering, ja, maar ik ben niet gierig aan het doen met allemaal dingen willen. Ik heb gewoon vertrouwen in dat wat ik tot me heb gekregen in die witte arena van God alle. En daar gaat niemand aankomen. Al dat God, al dat goede en kwade, dat hoort uiteindelijk gewoon erbij. Als alles weg is, dan is alleen nog maar God daar. Mensen snappen niet. Geen idee wat ik aan het vertellen ben, omdat ze allemaal ongelovig zijn. En anders zijn ze zo snel op een teentje getrapt. Niet snappen dat hun ook onderdeel zijn van God. Dat God ook met hun meekijkt. Dus God hun ook, Allah hun ook ziet reageren op Facebook. Maar ja, als het niet eens iemand is die echt een moslim is, maar gewoon een of andere Nederlander, blanke, ongelovige, met een nepprofieltje de boel aan het opfokken. Zelfs dat zien mensen. En daarom laat ik alles gewoon staan. Het niveau is zo laag, dat als je een niveau hoger wil gaan, dat dan echt Allah of God bij jou gaat komen om je te straffen.
Mensen laten echt demonen erin en zijn daarmee gewoon onderdeel van het leger van de Dayal. Ik doe niks tekort, hè. Ik ben niemand. Ik hou met alles juist rekening. Ik vind dat als je de spirituele wereld ingaat, dat dat een stap, een richting is om tot het geloof te komen. Uiteindelijk kan je daar niet omheen dat er een God en al is. Nou ja, iedereen moet gewoon zijn frequentie hoog houden. Voelen wat ze denken, denken wat ze voelen. En zich niet gek laten maken. En al moet af en toe dus die staf gegrepen worden. Zodra mensen gaan snappen wat die staf is die ik spiritueel bij me draag. Zodra mensen gaan snappen mijn naam die ik in een steen heb gezet. Maar iedereen is zo ongelovig. Echt van God los iedereen.